En de Amerikaanse ambassade in Suriname ondersteunt Suriname in het versterken van haar border management systeem. Dat maakt het Nationaal Informatieinstituut bekend in een persbericht. Er is reeds een overeenkomst getekend tussen ambassadeur Karen Williams en de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Danielle Feira. De overeenkomst houdt in de overdracht van computerapparatuur en trainingen aan het personeel ten behoeve van het passagiersinformatiesysteem. Volgens Feira heeft Suriname met deze ondertekening een bijzondere mijlpaal bereikt, omdat dit systeem de mogelijkheid biedt om van tevoren te weten wie allemaal afreist naar Suriname. Dit geldt voor zowel passagiers die met schepen als met vliegtuigen Suriname binnenkomen. Ambassadeur Williams onderstreept ook dat het systeem helpt om de achtergronden van personen of gezochte personen te identificeren. Met deze ontwikkeling zal het beveiligingsniveau van Suriname opgekrikt worden. Feira gaf ook aan dat dit project per 27 juni operationeel is. Suriname is volgens ambassadeur Williams het 11e land binnen de CARICOM dat dit systeem heeft geadopteerd.